Daisy Boutersen zegt wat tijd nodig te hebben om zich te beraden. Ingaan op de voortgang van het verhoor in de hoger beroepszaak wilde de hoofdverdachte van de decembermoorden liever niet. Omdat wat in de zaal zou zijn gezegd niet buiten besproken zal worden. Boutersen verwees de journalisten met de vragen naar zijn advocaat Erwin Kanhai. Wat in de zaal gebeurde zou vandaag niet bespreken. Ja, ik zeg met alle respect. Misschien dat de advocaat iets gaan zeggen. Moeten we evalueren en dat vind ik leuk als men in de pers wordt de dingen gezegd heeft die mogelijkerwijs in een andere context gebracht willen gaan worden. Wanneer wij dingen in de pers zeggen willen we echt dingen niet manipuleren. Zoals ik vaak mensen die naar de pers horen praten, wil ik echt gewoon de waarheid vertellen en niet, weet je, populaire dingen. Dus vraag u. Dat u die mening respecteert. De braking die Kanhai opwierp bij de vorige zitting werd niet geldig verklaard. De verdediging zal zich daaraan onderwerpen, zei Kanhai. Braking is een procedure bij de rechtbank die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Kanhai stelde bij de braking dat kolonel Dennis Kamperveen en slachtoffer André Kamperveen bloedverwanten zijn. De wrakingskamer vindt dat wij een vermoeden hebben dat ze in familieverband iets besproken zullen hebben die wij niet kunnen beoordelen. Maar dat blijft altijd een vermoeden, want wat je familieverband bespreekt, daar ben ik er niet bij. En goed, we zullen ons hoofd moeten buigen voor die beslissing van die wrakingskamer. Dus daarom zijn we vandaag doorgegaan met het proces. U denkt dat ik tactieken gebruik. Ik gebruik alleen mogelijkheden. Nee, ik gebruik alleen mogelijkheden die de wet me geeft. Weet u, ik heb nooit tactieken gebruikt en vertragingstactieken. Ik hoor mensen dat zeggen. Maar het is waanzinnig wanneer de wrakingskamer zelf het beoordeelt en het niet als een vertragingstactiek heeft ervaren. Dat enkele idioten dat zeggen, dat is verder. Ik gebruik geen tactiek, ik gebruik alleen mogelijkheden die de wet me geeft. Advocaat van de nabestaanden Hugo Essets zegt trots te zijn met de manier waarop de strafzaak wordt afgehandeld door de rechters. Vooral de kwestie waarbij het familieverband tussen kolonel Dennis Kamperveen en het slachtoffer van de moorden André Kamperveen is getoetst bij de wraking. De twee mannen hebben dezelfde overgrootvader. Ze zijn tot in de zesde graad verwant, wat niet voldoende is om een wraking te rechtvaardigen, meent Essets.